vandaag de volgende workout weer. Vandaag gaan we een core workout doen. Dus alles rondom de buikspieren. Dus ook een stukje achter zal je ook moeten aanspannen, trainen. Wat we allemaal gaan doen, dat leg ik dadelijk uit. We gaan in ieder geval met secondes verwerken. Dus 50 seconden gaan we werken. 10 seconden hebben we rust. Dat gaan we dadelijk in de kern doen. En 3 keer gaan we de hele ronde doen. Nu eerst als warming-up doen we wel staand. Ja, dan word je vaak wat sneller warm. 3 verschillende oefeningen. En dan gaan we 20 seconden werken, 10 seconden rust. Dit ook weer in 3 rondes. Dus kom gewoon nog wel staan. Je hebt straks alleen een matje nodig, voor de rest helemaal niks. Ja, een beetje energie. Dat is het, worden vanzelf warm. Dus kom staan. Ik leg tussendoor gewoon de oefeningen uit. Hoef je van tevoren niet allemaal te onthouden. En ik doe gewoon weer lekker met alles mee vandaag. Voor 10 seconden gaan we beginnen. Dus kom alvast staan. Dan zet ik hem aan. Kom staan, zodat je ruimte hebt. We beginnen met een toe touch. Dus blijf staan. Tijd gaat in. Kom met je hand naar je teen. Kom ook een stukje naar voren met je bovenlichaam. Probeer je been lang te houden. En echt mee. Hierbij stretch je veel. En worden die buikspieren ook warm. En weer even rust. Dadelijk gaan we naar een inch ramp. Dus kom hier staan. Wat we doen. We lopen eigenlijk gewoon naar de plank. En je loopt weer terug. Yes. Kom maar nu met z'n allen. Je loopt terug. En dan weer heen. Even goed buikspieren aanspannen. En dan weer terug. En weer rust. Derde is weer staan. Kom schuin. Die knie op. 3, 2, 1. Ga weer. Handen achter. En je komt schuin. Probeer zo ver mogelijk door te draaien. Bovenlichaam is ook weer recht. En weer buigen. 10 seconden. Weer vanaf het begin. Dadelijk gestrekt. De tenen aantikken. 3, 2, 1. Gaan we weer. Op. Mooi van boven. Als je arm goed meeneemt. Grote bewegingen maken in de warming-up. Staan. En daar gaan we weer. Loop naar een plank. Goed vasthouden. Buikspieren. En loop terug. Lukt het niet helemaal naar achteren, is dat prima. Probeer het gewoon zo ver te komen als je kan. En rust. Laatste weer voor ronde 2. Handen alvast achter. En go, gaan we. Probeer wel een klein beetje tempo te krijgen. En kan even ook nog meekijken naar de zijkant. Dan weet je dat je helemaal goed doordraait. Zorg dat je niet duizelig wordt. En rest. Alle drie nog één keertje. Dan hebben we een rupper op zitten. En dan gaan we echt aan de bak. Let's go. Komen we. Op. Op. Voet goed meenemen. En kom je niet helemaal, is ook prima. Hè? Maar probeer steeds verder te komen. Grote bewegingen. 3, 2, 1. En weer rust. Kom weer staan. Dan gaan we weer naar beneden en je loopt door. 3, 2, 1. Loop naar een plank. Even vast. En weer terug. Hakken naar de grond.
staan. 3, 2, handen achter. En dan gaan we. Kom. Op. Acht seconden nog. 4, 3, 2, 1. En rust. Alright. De warm-up. Denk je van kilo of warm ben? Blijf lekker in beweging terwijl ik nu ga lullen. We hebben dadelijk 8 oefeningen. Zoals ik van tevoren zei, we gaan 50 seconden werken. 10 seconden krijgen we rust. Alle oefeningen doe ik eventjes voor. En dan tussendoor doe ik natuurlijk weer lekker mee. Dus kan je altijd kijken. Als allereerste basic sit-up. Vanuit helemaal onder. Helemaal omhoog. Yes. Lukt het even niet helemaal omhoog of ga je voeten van de grond zetten. Gewoon even ergens vast. Of iets verder van je af. Maak je het soms wel makkelijker mee. Deadbug is de tweede. 90 graden voet in de lucht. Armen in de lucht. En dan ga je je rechterarm en linkerbeen. Dus je doet je kruis links. Let erop dat je rug in de mat zit. Dat je die mooie kanteling hebt. Lukt het absoluut niet? Doe alleen stukjes die benen. Yes, het gaat erom dat je hem hier voelt. Diep in die core. Alright. Tweede. Kom je been 90 graden in de lucht. Probeer je elke keer hier bovenop te tikken. Het is eigenlijk crunches, maar dan doen we met een einde waar je de hele tijd moet komen. Of op je knie. Hoe ver jij komt. We draaien om. We komen in de plank. Gewoon puur vasthouden. Kan ook als vanaf de knieën. Daarna, bird dog. Kom op handen en de knieën. Zorg dat je handen goed onder de schouders, knieën onder de heupen. En dan strek je rechterarm, linkerbeen. Je zet neer en je wisselt om. Heupen hou je recht en zorg dat je niet hol raakt, maar gewoon mooi recht. Ik maak het altijd iets overdreven, hè? Komt het over. Alright, nou strekken we onze benen en dan gaan we naar de mountain climbers. Kan je stappen en eventueel flink op tempo. Dan komen we bij de laatste twee. Die is tweedelig. Side crunches, maar vanaf de rug. Zet je voeten neer, laat ze naar de zijkant vallen. En hier gaan we kleine crunches doen. Dus dan heb je hier schuin die buikspieren. Laatste is natuurlijk naar de andere kant laten vallen. Zijn alle oefeningen. Dan gingen we een rap tempo even doorheen. Maar dan weet je een beetje wat je te wachten staat. Ik zet de timer goed aan. Dus we gaan 8 keer 50 seconden werken. Dat is een ronde 1. Yes. We beginnen met sit-ups. Dus kom lekker op de rug liggen. En dan gaan we aan de bak. Yes. 10 seconden. Kan ik altijd een beetje voorbereiden. Zo. Kan ik goed mijn timer zien. 3, 2, 1. Eerste oefening. Kom maar. En hierbij kan je ook weer je eigen tempo, hè. Eerste ronde is vaak nog wel te doen. Maar denk wel meteen aan je ademhaling. Dus adem uit. Als je omhoog komt, dus als je kracht zet, dan kan je beter kracht zetten. Omdat je uitademt. Het is misschien een beetje tegenovergesteld dan wat je wil. Maar probeer daar een ritme in te vinden voor jezelf. Wordt steeds makkelijker. Move nog maar 3, 2, 1 en rust. 10 seconden. Dan gaan we naar de deadbug. Was benen en armen in de lucht. 90 graden. En dan gaan we. Let goed op de rug. Dat die in de mat blijft. Anders kan je het ook minder diep. Hoe dieper, hoe groter de beweging, hoe zwaarder iets altijd wordt, krijg je een grotere hefboom verder van je core. Zolang dit goed gaat,
Rug in de mat. En dan lekker doorgaan. Hij is zwaarder dan je denkt. Vijftien seconden nog. Hou nog vol. Laatste 10. Nu ga je hem voelen diep, diep, diep binnen. 3, 2, 1. En rust. Daar komen de knee crunches. Dus benen komen wel weer in de lucht. En probeer elke keer bovenop te stikken. Ik kan ervoor kiezen om helemaal terug te gaan. Of te blijven hangen. Gaan we. Ik blijf een beetje meestal in positie. Dan kan ik mijn kin in één positie ook houden. Dat ik niet te veel kracht ga zetten met mijn nek. Dus kijk wat je zelf prettig vindt. Nou, en die buikspieren constant even laten wel. We zijn in ieder geval over de helft. Vijftien seconden. Acht. Vijf. Vier. Drie. Twee. Eén. En rust. We draaien ons op. En dan gaan we naar de plank. Kijk voor jezelf vanaf de tenen gaat of vanaf de knieën. Als het maar goed, mooie plank is. En als je de core weer voelt. Gaan we. Dus alleen maar vast te houden. Zodat je mooi positie blijft, dat je niet gaat hangen in die rug. Zodat de kanting van de bekken blijft, anders ga verder vanaf de knieën. Wat je doet als het goed doen. Zodat je hoofd ook niet gaat hangen. Mooi recht houden. En dan hoeven we nog maar 20 seconden. Laatste 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Kijk, het is een beetje warm. Core van de knieën, zet je handen goed onder de schouders. Knie onder de heupen. En dan gaan we. Strek je rechterarm, linkerbeen uit. En terug. Heupen mooi recht houden. Zorg ook weer hierbij tussendoor dat je niet in die rug gaat hangen. Dat het mooi recht blijft. Anders dan doe je ook weer minder ver. Uitstrekken. Dan kan je betere controle houden. Nog 15 seconden te gaan. Dit hoef je niet snel te doen. Het moet mooi gecontroleerd. Laatste 8. En rust. Oké. Drie, twee. Gaan we beginnen met de mountain climbers. Handen goed neerzetten. Als je een beetje vingers spreiden. Komt in de plank. Dan breng je de knieën naar je toe. Als je nog veel energie hebt, ga je natuurlijk... Dus sneller doen, doe je hem springend. Maar je kan hem ook altijd rustig stappen doen. Dat je focus op die houding, beginhouding van de plank goed blijft. Als je te zwaar bent, kan je handen altijd even op een verhoging zetten. Dus op een bank, stoel, als het maar niet wegglijdt. Laatste 10 seconden. 5, 4, 3, 2. En rust. Laatste twee oefeningen. Komen terug. Voeten goed neerzetten. Onder de knieën. En laten we naar de zijkant vallen. Yes. En kleine crunches. Probeer aan de zijkant. Schuine buikspieren. Probeer een tempo vol te houden. Is de buiging... Krijg je last, kan je eventueel je voet ook
laag in neerzetten. Zorg dat je echt goed hier voelt. Schuin. En kom recht omhoog met je schouders. We hebben nog maar 15 seconden. Laatste 8. 4, 3, 2, 1. En rust. Alright, laatste. Ben je aan de andere kant op laten vallen. 3, 2, 1. En kom maar weer. Het is maar een kleine beweging, dus probeer er veel te maken. Hierbij kan er ook verder weinig misgaan, dus je kan goed tempo pakken. Als je maar volhoudt en een beetje goed gaat verzuren. Laatste van deze ronde, 30 seconden. Laatste 20. Probeer door de verzuring heen te gaan. 15 seconden, dan hebben we rust. Ik moet de tijd in de gaten houden. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Alright, ronde 1. Ik zorg dat het even daar weer goed staat. Even een minuutje rust. Dus pak ook even iets te drinken als het nodig is. En laat de core eventjes rusten, zou ik zeggen. We beginnen dadelijk weer vooraf aan. Alle 8 oefeningen. En we begonnen met de sit-ups. Tijd blijft hetzelfde. 50 seconden. En 10 seconden even rust. Zullen we nog heel even wachten. Kan wel vast klaar gaan liggen als je wil. Ik zet in ieder geval de tijd zo meteen vanaf hier weer aan. Nog heel eventjes. Maar ik zou zeggen, bereid je wel voor, zet water weer aan de kanten, kom op de rug liggen en beginnen met de sit-ups. Als je voeten dus snel van de grond afkwamen, ga alvast weer goed liggen, dat je voeten eventueel onder de bank geschoven kunnen worden, dat je voeten dus blijven staan, als het lukt thuis. Dan ga ik hem weer aanzetten en beginnen we over 10 seconden. Jeet. 4. 3, 2, 1. En dan komen we weer. Kom helemaal omhoog. En weer neer. Probeer zo min mogelijk te smokkelen met je armen. Zo min mogelijk hier helemaal mee te nemen. Want dan gebruik je met momentum. Zoveel mogelijk bij je lichaam houden. Laten we dus een beetje doen met de buikspieren. We zijn er weer halverwege. Hoeveel je er maakt, maakt niet uit. Als je maar door blijft gaan, 50 seconden lang. We hebben nog maar 15 seconden te gaan. Laatste 8. 3, 2, 1. En rust. Je mag meteen zo blijven liggen. Dan gaan we naar die deadbug. Schouders lekker ontspannen. Even alles weer goed. Benen in de lucht. Handen. En dan gaan we. Lang. En terug. Allerbelangrijkste weer. Buikspieren. En rug. En hierbij ook dus echt bij die bekken. Dat je die kanteling kan blijven maken. Dus dan duw je je navel naar je rug. Helemaal naar de grond. En je bekken span je aan. Alsof je dus je plashoek ophoudt. Een van de trucs om een beetje te voelen waar die bekken dus goed zitten. Nou, we zijn er alweer bijna. Deze ook wel rustig gecontroleerd. De laatste 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Ja, we konden nog even blijven liggen, want dan krijg je die crunches dat we proberen. Net voorbij die knie te komen. Niet via je zijkant, via boven. En dan gaan we op via hier. Je kan even ook nog schuiven. Als je dat fijn vindt. Maar probeer niet via die zijkanten te gaan. Dan kom je toch minder hoog. Uitdaging, zo hoog mogelijk komen.
En door te blijven ademen. Door het neus in. Mond uit. En die buikspier. Blijf aanspannen. We zijn al over de helft. We zijn er bijna. 10 seconden. Hou vol. Benen in de lucht houden. 5, 4, 3, 2, 1. En rest. We gaan omdraaien. Jazeker, want we gaan de plank vastpakken. We willen de omarmen, ellebogen onder de schouders plaatsen. Tenen in de mat. En daar gaan we. Als het lukt, probeer je dus de gehele plank weer te pakken. Lukt het niet, kom vanaf de knieën. Zorg dat de schouders niet optrekken, de rug niet hol. Bol. En mooi lang. Lukt dit, pak hem zeker. Die kooi kan echt uitgeput raken dadelijk. Dit is de tweede ronde al, dus je kan het best wel voelen. Het is helemaal prima. Hoeft niet laten hangen, ik voel bij mij net ook even gaan. We hebben nog 20 seconden. Concentreer je gewoon op je ademhaling. Dus je bent heerlijk rustig, neus in, mond uit. Lekker ritme pakken. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Kom meteen eigenlijk in een goede positie. Dus we gaan naar die bird dog. Zorg dat je handen goed staan, pols onder schouders. Schouderbladen een beetje naar achter. En dan gaan we. Concentreer dat je gewoon heel hier onderin goed aanspant en die kanteling maakt. Ik kan natuurlijk soms een beetje spieken bij de camera ook. Misschien heb je thuis ook een spiegel, kan je dat heel goed zien. Maar probeer zo veel mogelijk je nek, het verlengen van je rug te houden. Dat je een mooie rechte positie hebt. En strek. En strek. Heupen recht. 15 seconden te gaan. Hoep. Twee, één, en rust. We gaan naar de mountain climbers. Dus moet je maar een kleine aanpassing. Alleen, op die tenen komen. Yes, dan gaan we weer. Mooie positie, schouders laag. En trek de knieën naar je toe. Buikspieren blijven aanspannen. En nu voel je dat je nog veel meer gemaakt dan alleen die core. Dus je hele lichaam misschien ondertussen gaat voelen. Dat is helemaal goed. Als je kan, hoog je tempo. Hè? Ik blijf zo lekker rustig stoppen. Prima genoeg. Ik wil de controle blijven houden over mijn houding. 15 seconden. Schouders en armen kan je ook rustig gaan voelen. Dat is bij mij. We hebben nog 6, 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Laatste twee draaien we weer om. We zijn er weer bijna. Komen we hier weer bij die schuine. Yes, gaan we. De zijkant laten vallen. Kleine stukjes op. Probeer geen kracht te zetten met je armen. Zeker als je handen hier hebt, dan kan je misschien beter hier houden. Maar persoonlijk vind ik het fijn om net een kleine ondersteuning te geven. Bij onderin, bij je hoofd, bij je schedel. Nou, 15 seconden, we zijn er bijna. En leg het tempo vast die je hebt aangenomen. Tussendoor. 3, 2, 1. Gaan we weer. Laatste van ronde 2. Hou het tempo vast. En blijf ademen.
zoals een uitdaging bij buikspiertrainen met name. Maar probeer een ritme te pakken. Iets wat voor jou werkt. Dat de zuurstof binnen blijft komen. Spieren gaat nodig hebben. We zijn er alweer bijna. 15 seconden. Tijd vliegt voorbij. Laatste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Alright, netjes allemaal. Ronde 2. Eventueel wat stretches of pak water. Net wat je eventjes fijn vindt. We doen nog één keer de hele ronde en dan een paar stretches en dan zijn jullie ook alweer klaar. Dan hebben we goed je core gepakt, heel specifiek, dus dan is het in een halve uur vaak ook echt wel genoeg. Omdat je niet je hele lichaam pakt, dat het geen rust krijgt eigenlijk. Dit is bijna 8 minuten lang even doorpakken. Maar ik weet zeker, thuis gaat het ook hartstikke goed. Anders doen we een stapje terug, maar zorg dat je dus blijft bewegen die 50 seconden. Daar gaat het om. Niet om hoeveel je doet, maakt me helemaal niks uit. Als je maar door blijft gaan en dus echt goed voelt dat je dadelijk die core geheel hebt getraind. Je hebt natuurlijk ook een stukje naar achter, zeker ook als we handen en knieën zitten bij die bird dog. Ik denk dat het eigenlijk ondertussen alweer een minuutje later is. Dat gaat heel snel. Ik heb het niet 100% bijgehouden, maar ik denk het wel. Kom in ieder geval vast liggen. Ik zet de tijd alvast weer aan. Lekker op de rug, want we beginnen weer met de sit-ups. Zijn we er klaar voor? Denk het wel, hè? Alright. 10 seconden. Gaan we. Lekker charmant bij mij. 3, 2, 1. En dan gaan we weer. Kom omhoog en terug. Nog steeds zo min mogelijk smokkelen. Hierbij pak je de hele rechte buikspier van onder naar boven. Zorg dat je echt weer plat komt bij deze oefening. En nu bij die laatste oefening van alles, hè. Als het lukt, tandje erbij. 15 seconden. Bijna klaar. Je hoeft hem bijna niet meer te doen vandaag. Dans voor mij. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Blijf lekker meteen op die rug liggen. Schuif het mooi laag. Rug in de mat. In de lucht. En daar gaan we weer. Strek mooi uit. En lukt het niet om helemaal uit te strekken, doe ietsjes lager of eventueel zelfs alleen je been. Dat krijg je als je andere dingen tussendoor doet. Zorg wel dat je kruislings gaat, anders dan zal je waarschijnlijk voelen dat je één kant op gaat hangen. Nou, we zijn er bij de 15 seconden. Deze gaat echt puur op kracht. En op die coördinatie. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Kijk naar de puntjes weer. Dat je bovenop bij de knieën probeert te komen. En daar gaan we weer. Kom maar. Als je nog verder komt, kom maar verder, hè. Of zet die knieën verder van je af. Ook grotere uitdaging. Het is weer een grotere beweging die je moet maken. Dus kijk nog wat lukt. Zodat je het echt voelt dadelijk. Einde, hè. 20 seconden. Laatste 10. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
weer rust. Nu draaien we om. Jazeker. We komen weer die plank in. 3, 2, 1. En daar gaan we. Mooi focus. Binnen bij een beetje omhoog. Dat is ook, hè. We willen niet om, maar we willen ook niet dat je daar zit. Zo kunnen we nog even volhouden. Probeer gewoon rustig vol te houden. Been mooi, heupbreedte. En nu wordt die zwaar. Maar hou vol. Over de helft zijn we. En anders ga je over op je knieën. Zorg dat de techniek goed blijft. De laatste 15 seconden. Acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één en rust. Alright, kom, dus we meteen automatisch in de houding. Dan bij de bird dog. Drie, twee, één en strek uit. Heupen mooi recht houden. Zorg dat je je schouders niet gaat optrekken. Schouderbeen een beetje naar achter. Van je oren weg naar je staartje. En dan die bekken kantelen. Dan heb je mooie schouders gepositioneerd. Core geactiveerd. Twintig seconden, ruim over de helft. Laatste 10. En weer rust. Mountainclimbers komen eraan. Bereid je voor. We zijn er bijna. En daar gaan we. Kom maar. Ondanks dat je bij deze misschien meerdere dingen gaat voelen. Ademhaling, armen, schouders. Kan, mag allemaal. Focus. Buikspieren geactiveerd blijven. Niet loslaten. Als je rug voelt, echt denk aan die buik. Anders ga je misschien de plank stil vasthouden. Maar hou het tot die laatste seconde vol. 15 seconden. We zijn er echt bijna. 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Top. Twee oefeningen. Eén en laatste. Kom maar gewoon eerst op je rug. Even alles zo goed. En daar gaan we. Kleine beweging. Lekker vaak. Laatste. Setje. We zijn er bijna. 15 seconden. Drie, twee, één. En rust. Zetten we gewoon even recht. Vier, drie, twee, laatste. En dan zou ik ze laten vallen. Van net achter het hoofd. Gewoon pure kleine ondersteuning. Ja. Bijna. 15 seconden. Probeer alles nog even eruit te halen. Dan doen we een paar stretches en ben je klaar. 8 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En
terug. Pak even je knieën vast. Als je nog eventueel bollen wilt, ook bovenin dat iets meer stretcht, kan je nog omhoog komen. Breng een beetje van links naar rechts. Mag je je voeten neerzetten. Knie breng je naar je borst. Eén knie. Pak die gewoon even vast. Dat je heel rustig steeds ietsjes verder komt. Je hoeft niet helemaal te trekken of te forceren. Zorg dat je net lekker die stretch voelt. Dan gaan we het rechterbeen dat je hebt over links laten vallen. En dan kijk even mee. Dan voel je gewoon hier overal mooie stretch. Ik zie mijn dame nu ook even in de rug, maar dat is wel goed. En draai weer recht. Even helemaal lang liggen. Linker pak je vast. En laat het weer over je heen vallen. En draai de andere kant op. Voelt ook een lekkere twist in je buikspieren. En komen rechtop. Langzaam omhoog. En maar een paar stretches. Als je meer wil, doe er lekker meer. Altijd heerlijk ontspannen. Waardoor je eventjes weer echt in die mood komt van workout is done. Hartslag naar beneden. En weer eventjes lekker in rust komen. Jullie zijn klaar. Super goed gedaan. Core workout. En nou ja, laat ook zeker even nog weten hoe het is gegaan. Altijd heel leuk om te horen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende workout. Heb je misschien ook ideeën of juist wensen voor een bepaalde training of oefening juist? Dat je meer uitleg wil, zeker laten weten, zeker doen. We doen het voor jullie. Dus let us know. En hopelijk weer tot snel. Doei doei!